De Mekong ontspringt in de Tibetaanse hoogvlakten en stroomt door China, Myanmar, Laos, Thailand en Cambodja om tenslotte in de delta van Vietnam in de Zuid-Chinese Zee uit te monden. De Menamkom-rivier, in de volksmond kortweg Mekong genoemd, is met de lengte van 5000 kilometer een van de belangrijkste rivieren in Azië. Letterlijk vertaald betekent Menamkom moederrivier of moederwater. Naga's zijn enorme mythologische slangen die in een groot deel van Zuidoost-Azië worden vereerd. Je kan ze vergelijken met de draak die door de Chinezen en Vietnamezen wordt hooggeacht. Op weinig plaatsen is de verering voor deze reusachtige serpenten meer in het oog vallend dan in de waterculturen langs de Mekong. Voor de lokale mensen bestaan deze wezens echt en velen beweren dat ze de naga's in de rivier en in andere waterbronnen zoals heilige vijvers hebben gezien. Vaak gaat het hier om gezichtsbedrog, zoals bijvoorbeeld ronddrijvende kunststoffen vaten waaraan lokale vissers hun netten bevestigen. Sommige andere waarnemingen zijn dan weer onverklaarbaar. Hoe dan ook, het verhaal dat Amerikaanse mariniers hier in 1973 een draak zouden gevangen hebben blijkt onjuist. Het dier op de foto betreft een zeldzame riemvis die enkel in zout water voorkomt. De gelijkenis met de naga is echter markant. Wie vaak in tempels komt, is vertrouwd met naga's. Ze bewaken er niet alleen de ingang, ook op schilderijen en beelden van Boeddha komen ze voor. Er kunnen aanzienlijke verschillen tussen de naga-beelden bestaan, maar allen zijn geschubd en hebben een openstaande bek met dolkvormige witte tanden en een rode puntige tong. Behalve één enkele kop kan het monster ook meerdere koppen hebben. Die worden dan beschouwd als Payanak of Naga-koningen. Begin oktober, één dag voor de eerste volle maansdag van de 11e maanmaand en tevens het einde van de boeddhistische vastetijd, begeven wij ons gepakt en gezakt richting Bunkan. Bunkan is een heuvelachtige provincie in Noordoost-Thailand aan de grens met Laos. De eerste halte is voorzien aan de Phu-tok-tempel, het grootste heiligdom in deze streek waarvan tevens een afbeelding op het provinciale zegel staat. De Phu-tok-tempel, of trappengang naar de hemel, is de buitengewone prestatie van Ayang Yuan, een monnik in zijn reis naar spirituele verlichting. De trappengang bestaat uit een uitgebreide collectie houten vlonders en ladders, waarlangs je een vreemde donkere rots kan opklimmen via 7 niveaus. Die niveaus staan symbool voor de 7 boeddhistische stappen op weg naar de verlichting. Het zware werk van de bouw van de trap op zich werd door de monnik aangezien als een vorm van meditatie. Het creëren van elk niveau is een verdere persoonlijke stap op weg naar het nirwana. Eens boven krijgen we een uniek uitzicht op de omliggende omgeving en de chedi waar zich de stoffelijke resten van deze monnik bevinden. Om een idee te krijgen waar de watermassa van de bruisende Mekongrivier vandaan komt, bezoeken we een van de vele zijaders en de iets verder gelegen Tampra-waterval, die enkel via een boottocht van een half uur bereikbaar is. Een daarop volgende stevige wandeling van enkele kilometers brengt ons via een smal pad door de bijna ondringbare jungle naar de zandstenen vlakte van deze streek.
Een ware marteling voor de voeten. De hitte van in de zon blakerende stenen is amper te verdragen. Even pootje baden brengt gelukkig enige afkoeling. Al is het maar voor even. We moeten immers de ganse weg nog terug. Van toerisme is in deze streek geen sprake. Slechts eindeloze rubberplantages worden ons aangeboden. We waren hier al eerder op bezoek en wisten op voorhand dat er voor de nodige nachtrust slechts één resort ter beschikking staat, waar we dan ook dankbaar gebruik van maken. Gezondheid. Terwijl de rubberboeren de volgende ochtend hun oogst aan de lokale opkopers aan de man brengen, begeven wij ons goed uitgerust richting Mekongrivier. De Ahong Silawat-tempel staat bekend als zijnde gelegen aan de navel van de Mekongrivier. De prachtig onderhouden rotstuin is zeker een bezoek waard. Volgens de legende zou een mythische draak deze stenen op de oever uitgespuwd hebben. Aan de tempel zelf benadrukken de nodige draakachtige ornamenten nogmaals hun belangrijkheid. Onze goede daad voor vandaag bestaat uit het schenken van zorgzaam gespaarde kleine muntstukken. Nou ja, een bankbriefje kan er ook nog steeds af. Op de oevers van de Mekongrivier is het reeds een drukte van je welste. Iedereen wil de beste plaats om het jaarlijkse verschijnsel van de legendarische naga die vuurballen zal uitspuwen te aanschouwen. Het evenement heeft dit jaar nog een extra attractie, namelijk een totale maansverduistering. Als een maansverduistering plaatsvindt, bedekt de schaduw van de aarde de volle maan en krijgt de maan door het licht dat om de aarde heen komt een oranje-rode kleur. Even krijgen we een volstrekte duisternis, waarna de volle maan in een recordtempo terug tevoorschijn komt. Om de Naga-koning gunstig te stemmen, worden de eerste hete luchtballonnen opgelaten. Van op enkele honderden meters afstand lijkt het wel alsof de eerste vuurballen uitgespuwd worden. Wetenschappers houden het op ontvlambare gassen die uit de bodem van de Mekong zouden opstijgen. Maar waarom dan juist op deze dag, blijft een raadsel. Sceptici menen dan weer dat soldaten aan de andere kant van de rivier in het buurland Laos iedereen om de tuin leidt door lichtkogels af te schieten. Of de vuurballen van de Naga-koning natuurlijke of bovennatuurlijke verschijnselen zijn, bedrog of gezichtsbedrog, aan een ieder om dit voor zichzelf uit te maken. Wij fronsen de wenkbrauwen.